Goedemiddag allemaal. Het is nou net bijna 3:30. Het is nu 15:22. Ja, het is een beetje laat, maar dat maakt niet uit. En straks heb ik mijn mannetje weer thuis, want die is nu aan het werk. Maar hij had zoiets van: blijf jij maar een keertje lekker thuis. En ik wil eens een keertje kijken hoe hij aan het postlopen is. En dan neem ik jullie ook wel een keertje mee. Maar dat komt helemaal prima in orde. Maar wat hebben jullie allemaal gedaan? Dat zou ik ook wel eens een keertje willen weten. Nou, ik zou zeggen, als je het wil vertellen, plaats het hieronder in de comment. En dan krijgen jullie weer een reactie terug. Ook als jullie vragen hebben, zet het ook hieronder in de comment. En dan komt alles wel weer goed. En ik wil graag een shout-out doen naar mijn moeder. Die vlogt nu ook. En je kan haar volgen op haar YouTube-kanaal. Corina Luisterburg Dion. En dan wil ik ook nog een keer een shout-out doen naar mijn vriendin, Marcella Stalman. Die kennen jullie ook vinden, ook via YouTube. Zo, ik ben mijn meisje aan het uitlaten. Ja, ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten, schat. Ga eens maar zitten. Nee, nog niet. Wil je niet los? Kom, ga mee. Kom maar. Kom maar zitten. Ga eens maar zitten. Ja, wat ben jij mooi. Blijf. Blijf. Go. Goed zo. Ah, Blanca. Ja. Leuk. Rustig hè, met Blanca. Ja, maar dat doet ze wel, hè. Ze doet wel rustig. Ze doet wel rustig. Wel. Ga mee. Kom maar. Ga maar lopen. Nee. Ja. Ze doet het goed. Voor mij, ja. Vloggen. Ik ben aan het vloggen. Slim bezig. Ja, zeer zeker. Blanca. Stout. Blanca, kijk eens. Hey, kom dan. Kom eens hier. Ja. Nee, geen zin in. Stout, Blanca. Nee, Blanca is niet stout, hè? Nou, 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 toch vriendelijk? Blanca, kijk zie. Oeh. Kijk eens zie. Dat is leuk. Aandacht, hè, Blanca. Aandacht, hè. Ja. Aandacht, hè. Dat is lekker. Ja. Oké dan. Is goed dan. Is goed, schat. Fijne weekend. Dankjewel, jij ook. Nou, dat was dus Blanca. Mijn meisje heel erg goed mee overweg. Dus ja. En nu even wachten op en op mijn mannetje. Dat hij weer thuis is. En dan gaat hij lekker koken. Want hij wil koken voor mij. Omdat ik helemaal niet in orde ben. Want ik heb dus een zware hersenschudding te pakken. En dan zit ik ook waarschijnlijk tegen een lichte burn-out aan. Dus gaat niet echt helemaal lekker, want ik slaap heel veel. Dus ik moet ook van de huisarts gewoon mijn rust nemen. Dus als ik gewoon moe ben, dan blijf ik gewoon lekker in mijn bed. Zodoende dat ik dus nu ook wat later ben uit mijn bed. Maar dat maakt niet uit, geeft allemaal niet. Ik heb het nu even eenmaal nodig. Nou ja, dat kan. Dus, ach ja. En het regent wel een beetje, niet heel veel. Maar het zonnetje schijnt. Nou ja, het zonnetje schijnt wel, want anders was het niet licht, hè? Nee. Maar ja. Ga zo meteen weer mijn meisje aanlijnen. Jullie moeten wel bij me blijven vanzelf, hè? Lijkt me handig. Normaal dan heeft mijn mannetje de camera vast. Nou heb ik hem. Meisje, kom maar. Niet? Nee, nog geen zin in. Ik blijf hier wel even lekker zitten. Even wat uitschuiven. Even zo, ja. Kom hier dan. Mutti. Mutti, Mut. Kom mee. Ga mee. Ja, dat komt zo. Ja. Kom maar. Hij schat. Hey. Hey.
Fijfie, kom eens voor. Meisje. Nee, ik wil nog even ruiken. Nee, hij heeft er nog echt geen zin in. Je ziet weer andere dingen. Laat ze daar even naartoe. Ook goed. Ik ben, want dat gaat niet zo moeilijk. Ze mag gewoon lekker haar ding doen. En als ze dat leuk vindt, ja, nou ja. En ook al regent het, het maakt me niet uit. Ze vindt het lekker. En ik geniet van haar elke dag weer. Maar ze heeft nou een allergische reactie te pakken op iets van de action. Dus als ik haar nu aai over de rug, dan trekt ze me eruit. Dus dat moet eerst even uit het hele systeem en dan weer even kijken hoe het dan gaat. Dus. Maar dan weet ik dat dus en dat ik dat dus niet meer hoef te halen en bij de action. Dat was dus een kluifje, ja, gewoon een kluif. En daar zat een soort van kipsmaak aan of zo. Dat is dus niet goed opgepakt en door het lichaam. Maar ja. Weten we dat dus ook weer. Alleen ik heb daar geen foto of een filmpje van, dus maakt niet uit. Kom eens hier. Nee. Kom hier. Hey. Hey, mag jij zomaar oversteken? Nee. Mag jij zomaar oversteken, jonge dame? Nee. Lief. Mag niet, hè? Zomaar oversteken. Nee. Kom hier. Denk je omdat al dat vieze eten wat daar ligt? Ja. Hij schat. Deze keer is het rode bieten. Ja, maar alsnog, het is niet verantwoordelijk. Nee. Zo, en ze loopt weer bij me. Ja. Maar dat maakt niet uit. Het is wel leuk, hondje uitlaten. Ja. Dus. En nu gaan we weer verder met lopen. Ja. Wat doe ik allemaal in mijn dagelijks leven? Nou ja, ik ben heel veel lekker aan het fotograferen. Alleen omdat ik nu eventjes, wat ik al gisteren ook al zei, niet echt lekker ben. Zat het eventjes op een laag pitje. Maar ik ga van de week weer foto's maken en dan komt dat ook gewoon weer in de vlog terecht. Zeer zeker. Nou ja, wat kan ik nog meer vertellen eigenlijk? Ik ben 7 augustus net 30 geworden. Nou, en wat jullie ook hebben kunnen zien, ik ben ten huwelijk gevraagd. Ik heb ja gezegd. Volgend jaar in het huwelijksbootje. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus eindelijk maar toch, hè? Geduld is een schone zaak, zeggen ze wel eens. Dus ja, ik ben er blij mee. En nou ja. Mijn mannetje weet ook, het is bij mij nummer 1. Altijd, al geweest. Oeh, ben je moe? Nee toch? Nee. Zo. En, ja, wat ik eigenlijk allemaal doe. Ja, ik doe eigenlijk een hele hoop. Mijn toekomstige man en mijn lieftallige vriend. Wederhelft, nu al. Ja, en zo voelt het al. Maar oké, maakt niet uit. Die weet ook en dat mijn meisje bij mij gewoon op nummer 1 staat. En dat begrijpt hij ook. Het is ook voor mij mijn eigen hulphond. Als ik dus een paniekaanval krijg, dan weet zij mij rustig te houden. Dus ja, ik ben gewoon blij met haar. Zal ik het zo maar zeggen, benoemen. Ja, even een beetje kort houden. Ja, het zonnetje komt door. Hi. Ja, even snuffelen. Dat is leuk. Ja. Ja, dat is een vent, meid. Dat is een vent. Hé, hey, Django, doe jij even lief? Hè? Ja, maar ik wil ook ruiken. Hé, hey, doei. Nou, dat was dus Django. Dus, nee, maar ja. Iedereen heeft wel eens wat, ja toch? En normaal dan heeft mijn ventje eigenlijk deze selfie stick vast. En dan zijn we een beetje lekker aan het dollen en grappen maken. En soms begrijp ik hem ook echt totaal niet. Maar dat maakt niet uit.
Hij begrijpt mij ook wel eens niet hoor, dus... Maar komt allemaal wel weer op zijn pootjes terecht. Ja toch, niet dan? Ja, precies. Ja. Het is hier allemaal lekker alweer groen, groen, groen. Kijk, allemaal bomen. Allemaal al bladeren. Dus het is... je kan het eigenlijk al wel weer zien dat het herfst begint te worden. Dus ja. Ja, ik zit eventjes naar boven te kijken, maar dat vind ik leuk. Eventjes naar boven kijken, vind ik grappig. Ja, vind ik grappig. Vind ik leuk gewoon. Ja, waarom weet ik niet, maar ik vind het gewoon leuk. Hehe. Nou, dan gaan we zo weer naar huis toe lopen. Ook dat. En ik krijg een lamme hand. Dus ik ga eventjes omwisselen. Ja. Hehe. Maar ja. Kom, schat, ga mee. Ja. Wijfie, kijk eens. Kom eens hier. Kijk eens. Kijk eens. Hier. Kijk. Oeh. Zijn camera's. Ik weet niet of hij er heel mooi en leuk op staat. Maar dat zullen we zo meteen zien. Ja, ik vind hem geweldig. En ze wou jullie even een kusje geven en mijn meisje. Ja. Oh, 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 oh. Wat is het ook een lekker ding. Ja, vloggen. Vind ik leuk. Hé, meis. Dus. En iedereen die kijkt me aan van wat is zij nou aan het doen? Ja, vloggen. Vind ik leuk. Gaat uw gang. Dan blijf ik hier even staan. Wel zo netjes. Ja, toch? Alsjeblieft. Zo. Ga je mee, meis? Kom. Deze kant. Ja. Ga je mee? Dus. Keer. Daarom dat ik even kijk om me heen. Dus. Ja. Lange vlog zo. Hè? Ik neem jullie gewoon even mee in met lopen. Met de hond. Wat allemaal niet kan. Water kan, koffie kan, thee kan, oranje kan. Ja. Los schat. Los, 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 los. Goed. Zo. Ja. Nou, en straks dan zien jullie in mijn... ons beiden weer. Ja, we zijn lekker bezig. Zo, en mijn mannetje is er ook weer. Toppie. Nou, Toppie. Waarom Toppie? Toppie dat ik nu weer klaar ben met de ellende van vandaag. Hoezo? Nou, ik heb vandaag post gedaan. Ja. En nou, het was toch helemaal niks gedaan verder met die post. Gewoon in tassen gedaan en toen... gaan we nou krijgen. Dus ik in post gelopen. Ik denk, er ontbreekt post. Nergens te vinden natuurlijk. Ik denk, nou dan ga ik wel lopen. En bij terugkomst bleek dat er nog twee tassen aangeleverd waren die ik nou net nodig had. Met pakketjes erin. Dus dat heb ik alsnog even moeten doen. Ja. En nou, nog binnen de tijd klaar hoop ik. Geloof ik. En toen even door naar iemand die had problemen met de printer. Oké. Okay. Maar het probleem was niet in de printer, het lag in haar denkpatroon. Dat was wel wat jammer. Ja. Het probleem snel opgelost, toen door naar de Jumbo. En wat heb je daar kunnen scoren? Dan heb ik even wat lekker bananen gekocht. Ja. En ik zag nog twee kipjes en een slagroom liggen. Oh, oké. Okay. Dus toen heb ik dat naar de kassa gebracht. Ze zei van, dit mag ik zeker wel meenemen. Ja hoor, zei ze, dat is dan 1,07 euro. Voor twee kipjes, bananen en een slagroom. Ik denk van, dat is een mooie korting. Ja. Het bleek dat de datum van vandaag erop stond, dus dan mag je het gratis meenemen. Waar stond de datum van vandaag op? De producten die ik mocht hebben. En zoals welke producten? Zoals kan je dat mij misschien laten zien? Twee kipproducten. Even poes aan de kant. Kun je dat mij misschien laten zien? Dat kan ik zeker laten zien. Dat is hartstikke mooi. Ik heb hier twee lekkere kipjes. Ja, kom er aan. Kippie. Oeh, en even wat meer in de licht graag, want dan zien we het even wat meer. Kippie, kippie. En waarom heb je dat deze mee kunnen nemen? Kippie. Hier, even kijken. Gaat de datum? Ja. Tenminste, het houdt maar tot 16.09. Even kijken of we dat kunnen inzoomen voor jullie.
hetzelfde denk ik niet. Ja, even kijken. Nee, hij kan het niet zien. Nou, niet zien, nou is het stand erop, dus dan mag ik het gratis hebben. Ik zou hier al zo meteen wel een foto van maken. 0917. Ja, zeg al, ik maak zo meteen wel een foto. 0917. En dus die heb jij vandaag gehaald. Gehaald en... gekocht. Gehaald. Gehaald. Toen kwam ik buiten. En bij welke Jumbo was dat? De Jumbo bij mij in de buurt natuurlijk, bij de postbuurt. Oké. In Voorburg. Ja. En ik kom buiten. Er komt een dame van de Jumbo aan met een heleboel karretjes. Die plemt die gewoon in het rijtje. Dus ik denk van, daar klopt iets niet. Dus ik ga even kijken. En dan bleek dus dat er een heleboel muntjes in die karretjes zaten. Dus ik denk van, nou die neem ik wel even mee. En werkt die karretjes netjes op. Mooi. Bleek dat er iemand anders iets vergeten was uit het karretje te halen. En dit is tenminste, houd maar tot 6218. Ik zal daar ook zo een foto van maken. Want dan komt die ook weer in de vlog terecht. Die is ook gratis. En er was nog koud, dus hij was eigenlijk recent gekocht. Maar die dame met de karretjes, die had niet opgelet, had dat ook meegenomen. Mooi. Dus iemand was dat van vergeten af te rekenen. En het komt dan bij de karretjes terecht. En die karretjes worden weggebracht. Mooi dus zo. Dus dat is handig. Dat is zeker handig, ja. En wat gaan we nu doen? Even lekker even bijkomen zeker. Even lekker bijkomen. Misschien weer ook nog een soepje. Ja, maar we hebben geen knobbeltjes meer. Oh. Jammer. Maar we kunnen wel even halen. We kunnen wel halen. Het is nog 6:55. Ja. Dan gaan we even koop eventjes onveilig maken met de vlog. En misschien hebben ze nog wel wat kip in de aanbieding. Die zijn tekort van. Tekort? Nu al? Nee, ja. Toch? We hebben deze week 1 kip, 2 kip. Dat is 2 dagen. Dat is genoeg voor 2 dagen. En dan nog 7 dagen in de week. Ja, precies. Dus komen nog 5 kipjes tekort. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Nee. Hallo. 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 Blanca. Ja, Blanco. Blanco. Ja. Die daar bepaalde huskies. Wellicht. Blanca. Hey, kerel. Ja. Kom even aan die andere kant. Ja, doe dat. Aan je betere kant. Aan mijn betere kant. Ja. Ja. Maar het probleem is, je hebt geen slechte kant. Dat is wel jammer. Ja, mooi hè. Toch uit. Knip alles eruit. Nou ja, ik knip worden. Knip alles eruit. Ja, alles eruit knippen. Knip, plak, knip, ja. Maak alleen maar muziekje eronder en dan verder een zwart scherm, toch? Ja, precies. Oh, alleen, we moeten wel een beetje opleuken in het begin. Van even vlog dit en dan eventjes met de cameraatjes zo erbij, met de selfie stick of zo. Yes. Met een leuke foto van ons, weet ik het. Ja, heel goed. Een beetje leuk opvrolijken. Opleuken. In plaats zo in één keer standaard. Boem. Kam erin. Je moet even wat inserts hebben. Ja, precies. Standaard inserts. Even kijken of we nog de stoplicht gaat doen. Met ik hoor ze niet tikken. Even wachten op deze auto, want anders hoor ik het niet. Hij tikt. 1, 2, deze tikt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 seconden. 13 seconden. En deze, want ze hebben alles aangepast, alleen de auto grote stoplichten niet. Oh, dat is jammer. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 in de dozijn, dat is mooi. Ja. Oh, dat hebben we er weer op. Nu eventjes wat knabbeltjes voor. Hè? Ja, maar dat mis ik in mijn soep anders. Ah, dat is jammer. Is dat jammer dan? Ja, dat is heel jammer. Ah, dat is nou jammer. En dat dat nou jammer is. Ja, dat vind ik wel. Ja, het is jammer en dat het jammer is, maar ja, ik vind het wel leuk en dat het weer leuk is. Ja, dus dat scheelt weer. Anders zit je ook te jammer van er zijn geen knabbeltjes. Ja. Maar knabbeltjes zijn lekker, en want de eekhoorns hebben ook weer knabbeltjes, dus ja. Precies, knabbel en babbel. Ja. Maar knabbel babbelt niet. Nee. En babbel knabbelt wel. Ja. En nootjes. Daarom, dus zonder... ik ben babbel en jij bent ook babbel. Ja, want babbel. Jij we babbelen allebei en we hebben geen knabbeltjes. Dat nee. Is jammer. Ja, dat is heel jammer. Dus even wat knabbeltjes ergens scoren.
Ja. De, bij de Koop volgens mij. Dat is het enige waar ze nog echt nog te krijgen zijn. Nee. Dat is de Albert Heijn, Hoogvliet en Jumbo hebben die knabbeltjes niet. Nou, dat is nou jammer. Jumbo heeft wel andere knabbeltjes, maar die zijn niet zo lekker als deze. Nee. Goedenavond, heren. Van het goed leven. Heren van het goed leven. Kan niet. Ja. Slechte avond. Slechte avond. Ja. Iedereen wenst elkaar goede avond. Maar wij doen wij de mensen, slechte avond. Wij doen de slechte avond. Ik kan het alleen maar meevallen. Slechte toch? Avond. Toch? Ja. Ah, oké. Okay. Precies. Dat is het. Ergens iets. Mag ik hier op de stoep parkeren? Nee. Toch doen. Ja. Dan wil je nog een waterslijding maken. Een waterslijding. Ook leuk. Want jij hield het zo, dan zien de mensen het niet. Nee, waterslijding. Even lekker waterslijding. Zwembad maken. En kijk, mag je zo parkeren? Op de stoep. Er staan geen woorden dat dat verplicht is. En volgens mij is dit een soort van in-uitrit. Huh? Niet helemaal, het is een echt uitrit. Met garages. Ja. Dus, scheelt weer. En hou je nog een beetje van mij? Nee, niet een beetje. Heel veel. Heel veel? Ja. Nog heel veel. Kus. Ja, maar niet voor Bert. Is goed. Wat weer erg. Hij is erg, hè? Erg, hè? Zie hij het is niet. Heel erg. Zie het niet. Toppie. Niet toppie-joppie. Ja, wel toppie. Nee, helemaal dat is een saus. Toppie-joppie. Oh, dat werkt niet. Dat ja, ik wel. Dat je joppie. Okay. Dat is lekker. Is lekker. Ja. Wilt u nog een kachel hebben? Een kachel. Een auto met kachel. Echt, dan hè? Kachelt dat lekker voor. Ja. Dus dat scheelt dan weer. Ja, precies. Wie wil er nog een winkelpand? Nou, hier hebben we deze. Winkelpand te huur. Ja. Te duur misschien? Moet je laten kijken. Even kijken. Mooi winkelpand. Heel mooi. Met lege ruimtes erin. In grote ruimte. Met een wit vlak voor, wit bord voor je kop. Dat is mooi. Even kijken of het verder nog zichtbaar is. En voor je haarsalon en barbershop, dan kun je hier op de hier is de haar. Op de maandag gesloten. Dat is jammer. Dinsdag met donderdag van 8:30 tot 18:30. Vrijdag van 18:30 tot 18:00. Zaterdag van 18:30 tot 04:00. En telefoonnummer 070-385-9039. Stomerij. Stomerij, ook nog handig. Melzen, tweewielers. Ook handig. Ja. En nou zijn we hier de koop op. Koop en op. Ja, nou, ik eerst even op. Kijken of er nog post voor mij is. En toen hadden we de knabberbolletjes. Die zijn. Moet ik hebben. Zak 100 gram voor 52 cent. Hoeveel wil je er hebben, schat? 110. 110. Hé. Misschien is het 11 handiger. 6. Krijg je 2 cent korting. 8. 10. En nog 1 erbij? Ja, wacht even. Maak even een foto, want dan gaat het ook weer in de vlog. Want zo kan je dat doen namelijk. Want dat moet zo. Ik zie dat jij een foto maakt. Zie je dat? Nou, dat is fijn. Lekker hoor. Dus. Tja, en wat hebben we? We staan nu in bij de kassa. 15 stuks. Mooi. 15 mooi, stuks. Hè? En waarom? Het is lekker. Om niet meer niet vaak weer te gaan. Mooi zo. Ja, knabbeltjes. Is zo lekker. Oké, we zijn dus nu in Barcoop geweest. Wat is er aan de hand? Korting gekregen. Hoezo, vertel. Het is €9,54. €9,54, ik zal daar ik ook zo weer eventjes een fotootje van maken thuis. Ik geef €10,55. Ja. En dan krijg ik €1,05 weer terug. Ja, top. Ja, dat klopt. Ik was erbij. Er staat wat anders op wisselgeld, 45 cent, maar dat klopt niet. Maar kijk. €1,05 terug in plaats van. €1,05 terug ja. En ik was erbij, het klopt. Ja, het klopt helemaal nergens van, maar oké. Okay. Jij bent altijd echt van tillen, ik niet. Ja, tillen ja, zware kost. Een hele zware kost, maar je krijgt. Hè? Huh? Je
Ja, daar zit een hele zware broek in. Hè? Ja. En hoe vinden jullie zijn haarkleur trouwens? Mijn haarkleur? Zelf zie ik het niet, maar... Hij spoort ook echt niet, hè? Nee. Nee, het is ook waarom hou ik ook zo van hem? Ja. Het is ook geen spiegel, dat scheelt, hè? Toch? Ja, precies. Ja. Dus dat sta ik helemaal achter. Helemaal achter me? Dan is het zo achter me lopen. Dan kan ik je niet zien. Niet? Nee. Nou, eikel! Au, au, niet doen. Au, au, au. Je staat mijn haren te trekken. Nee hoor. Ik krabbel alleen ik een beetje. Ik ga jouw haren trekken. Ja, is goed. Help! Nee hoor. Dus ook openbaar terrein nog altijd. Ja! In de winkel ook. Gewoon lekker vloggen. Gewoon lekker vloggen omdat we er zin in hebben. Kom de auto aan. Maar zijn veters even aan het strikken. Moet ook gebeuren, ja. Toch? Anders is het zo oud, net ja. Zoals ik. Ik heb jou al gestrikt, niet meer veters nog. Ja, echt hè? Dat zou je bijna denken. Ja, precies. Ik zou het haast denken, ja. Het is donker genoeg, dus ik kan mijn bril weer afzetten. Zie je en tenminste wat, hè? Die kunnen mij ook zien. Ja, nou zien jullie hem tenminste eens een keertje goed. Zoom! Hij spoort niet, maar dat klopt. En want, ik rij ook niet op rails. Dus nee. Uit onderzoek is gebleken dat de treinen op rails rijden en niet op tijd. Nee, nooit op tijd. Hè? De NS. Nee. NS is niet staken. Dus dan weten jullie dat. En hebben we nog een beetje grappen en rollen en serieus doen? Serieus doen? Moeten we serieus doen? Ja, dat is leuk toch? Nou, je kunt heel serieus doen. Dan gaan we straks lekker... gebraden kip eten. Uit de oven. Uit de oven nog? Ja. Eerst braden, dan in de oven. En nog niet eens uit de vriezer? Nee. Dat kan wel. Heb je bevroren kip uit de oven? Ook lekker. Ja. Hoi, mazzel. Mag je over het fietspad rijden? Pas dan. Kun je ook pizza bestellen? En op nummer 5 laten bezorgen. Ja, en welke nummer 5? Handjevol 5? Ja. Hij kon het volgens mij niet vinden. Nee. Hij heeft het spoor bijster. Ja, inderdaad. Nou, het spoor is verderop. Bij het station. Ja. Als je een beetje doorrijdt, kan je het spoor weer vinden. Inderdaad, correct. Ja, zo was ik ook een man die was onderweg naar Verwegistan. Hey, ja. En die liep langs het spoor. Hey, ja. Die vraagt aan mij van, er reden geen treinen meer. En zegt, ja, waar moet ik dan naartoe? Ga ik lopen. Ik zeg, kijk in de verte daar, waar die sporen bij elkaar komen, daar moet hij zijn. Hey, ja. En hij lopen. Ik kwam met, kijkt hij achterom, zegt, stik, ik ben verkeerd gegaan. En gaat weer terug. Ja, oké. Okay. Prima, best. Ik vind het helemaal leuk. Ja, dat is goed. Ja, dat anders dan die zwemmers natuurlijk, hè. Die kennen die ook al. Nee. Nou, die waren dus ik ken helemaal niks. En, ik weet mijn eigen naam niet eens, nee. Ik was even je naam kwijt. Dus ik even een naamkaartje opdoen. Nee, dat zijn van die badges. Dat is wel handig. Nou, ja, wij hebben nu groen. Eerst is groen. Dat is leuk. Niet voor hem. Maar ik was even je naam kwijt. En ik vond waarvan nog volgens gebeld was. Dus ik heb de afspraak overzetten naar volgende week dan. Komt nee. Beter uit. Ja, dat is het Hidden Sound System heet dat. Oh, ja, oké. Okay. Dat is putsie. Oké. Okay. Ja, ik trek een bier. Ja. Weet je, dus niet. Maar misschien heb ik die afspraken ook allemaal verzetten naar volgende week. Alles kan. Even vrij. Alles kan. Nee, dus dat is goed. Want ik heb nu geen zin meer in afspraken deze week. Niet? Nee. En ik heb zin tussen Sinterklaas en kerst. Dus Sinterklaas en kerst? Ja, cadeautjes. Ja, dat is mooi. Kopen en krijgen. Ja, krijgen is veel beter dan kopen. Je kan ze ook halen bij de Jumbo. Moet je wel even op de datum van vandaag letten. Zelf, hij sport echt halen. Niet hoor, mensen. Nee. Nee, maar jij sport toch ook niet? Hi, Buf! Gaat-ie? Hi! Had je nog gehoord? Voor een rem eruit zou zijn.
Waar? Ik werd van de week opgebeld door de woningbouw, wat ik aan het werken was. Ja, je raam is eruit gewaaid, dat is niet nice. Maar ze zijn met mij twee hulven aan het verbouwen geweest. Ik weet niet wie dat zijn. Weet ik ook niet. Maar dat raam was eruit gemist, gewoon de glasplaat. Oh. Dus de woningbouw wilde al een aannemer sturen en zo. En alles. Oeps. En toen kwam ik thuis, er was niks aan de hand. Maar met jou gaat het goed? Ja, met mij gaat het goed, ja. Met hem ook. Ja, dat is mooi. Hey, veel plezier in jullie. Ja, dankjewel. Oké, dag weer. Doeg. Je moet erom lachen, maar het valt helemaal niks te lachen. Nou, trek jij weer eens even normaal? Hey, staal. Ja. Kijk, hè. Mooi. Ja, boer Harmsen is het raam is dood gewaaid. Dat is ook niet goed. Maar we gaan nu even naar kip eten. Jij lust geen kip. Moet ik jouw kip opeten? Nee! Ja, dat is lekker. Nee! Ja, dat is lekker. Nee! Blanca is te moe. Dat is hier weer. Ja. Dus dan hebben we hem ook weer. Bij de pizza's. Die is die weg kwijt. Die spoort niet. Spoort niet? Nee, je spoort niet, nee. Je hebt geen sporen. Nee, heb ik ook niet. Nee, als het sneeuw ligt, dan heb je wel sporen. Dan kan ik die volgen. Dus dat scheelt weer. Maar dan moet je eerst gaan sneeuwen. Dus moet je even vragen of de weerbericht sneeuw kan voorspellen. Dat zou weer schelen. En dan laat je het spoor naar. Dat is mooi. Dan kan je weer sporen. Dat scheelt weer. In de sneeuw. Ja, als het regent, heb je niks aan. Dan laat je het spoor naar. Maar wat is de humor dan? Dat is leuk. Ja, alles is leuk.